Kees Notenboom heeft ooit het schrijven van columns gedefinieerd als een lucide soort zeuren. En daar heeft hij natuurlijk ook wel gelijk aan. Maar er is er ook een aantal columnisten dat aan die definitie ontsnapt. Je hebt bijvoorbeeld in de NRC eens in de week Bas Heijnen. Dat is toch wel iemand die allerlei idiotie en allerlei vreemde drogredenen en verkeerde redeneringen op een hele heldere en voor iedereen geldige manier aan de kaart stelt. En de Voltaire van deze tijd, Arno Grunberg, is natuurlijk ook iemand die ons steeds een bepaald moreel beeld van onszelf en van de werkelijkheid waarin we nu leven voorhoudt. Maar een van de bijzonderste columnisten die ik ken, en die ook aan die definitie van Kees Notenboom, dat het alleen maar een lucide soort zeuren, hè, dus een stilistisch hoogstandje over een grappige gebeurtenis, is ontsnapt, dat is Koos Dijksterhuis. Koos Dijksterhuis die schrijft elke dag in Trouw een natuurdagboek. En die heeft dan elke dag wel iets waar je van opkijkt, waarvan je denkt, nou, dat had ik inderdaad wel graag willen weten. Kan ik hem weer op langzaam zetten? Ja. Ja.